Ik ben alweer verhuisd, ja. Het is niet te geloven. Waarom verhuis je zo vaak? We zijn nu 5 jaar zijn we verhuisd van Duitsland naar Vorst bij Apeldoorn of Deventer. Naar Wierden bij Almelo. En nou weer van Wierden naar Epse. En Epse ligt onder de rook van Deventer. En ja, het is een geweldig gebied. Het bos is vlakbij. Kunnen lekker met onze hond DJ. Kunnen we gaan rennen. De kat hebben nou een zin. Mijn vrouw heeft dan een zin. Hoop ik. Darling Dini. En ja, het is lekker. Ja, ik wil Dini. Het de vierde keer dat ik getrouwd ben. En ik heb het nu gevonden. En dat hebben we met verhuis ook moeten doen. Gewoon net zo lang zoeken. Zoals je prettig voelt. Nou, oké. Okay. Word je niet gek van al die verhuizingen? Ja, het is natuurlijk niet lekker. Maar het is wel lekker opruimen, hè? Elke keer moet je weer weggooien, dus nee, dat gaat prima. En het is dit jaar ook een soort van jubileumjaar, want het is hoe lang geleden dat Manuela uitkwam? Toen dat gebeurde was het 45 jaar geleden, mensen. 1971, reken maar uit. Niet te geloven, hè. Nou, we hadden gelukkig nog een man met niet huilen. Als je het over singles hebt uit die tijd. We hadden nog Werkeloos, de Torreador. Ook een heel leuke verkoop als we daar toch over hebben gehad in die tijd. Want in die tijd waren goed verkocht, weet je wel. Maar ja, andere tijden natuurlijk. Maar ik mag gewoon heel dankbaar zijn dat ik zo'n geweldige hit gehad heb. Want mede daardoor en natuurlijk dat ik gelukkig ook nog wat andere liedjes kan zingen. Dat weten de meeste mensen nog steeds niet. Ben ik nog steeds bezig. Wat zijn er ook nog liedjes die je graag zou willen zingen, maar die je niet kan zingen? Omdat de mensen dat niet van je verwachten en dat misschien commercieel minder aantrekkelijk vinden? Ja, ik weet precies waar je op doet. Het is natuurlijk het populair klassiek wat ik heel erg graag doe. Het is André Bocelli bijvoorbeeld, wat ik wel eens zing natuurlijk, Time to Say Goodbye. En ik heb zelfs nog een heel project liggen waarop te vinden is een beetje het, hoe noem je dat? Eigenlijk de helft, niet direct populair, maar wel een beetje klassiekachtig. Maar dat durf ik niet uit te brengen, want het is net wat je zegt misschien dat de mensen dat gewoon niet accepteren van mij. Dat is wel een moeilijkheid als je zo'n hit gehad hebt. Nee, het is niet dat ik me moet bewijzen, maar het is gewoon dat ik over laten zien dat ik wat anders kan zingen dan Manuela. Maar waarom doe je het dan niet? Gewoon, het kost dan geld, maar je doet het. Het kost geld, ja. Nou ja, misschien doen we dat nog wel, ik weet het niet, maar laten we het maar niet meer over hebben.